video. Nou, je hebt al de titel kunnen lezen. We gaan vandaag weer eens een keer wat favorieten van mij behandelen. Maar dit keer best wel een bijzondere categorie, althans voor mij. Want ja, blush. Blush is echt een product waarvan ik vanaf het begin af aan, dat ik met make-up begon, echt een haat-liefdesverhouding had. Ik kon vroeger niet begrijpen dat de roodheid van de wangen, die er juist af wil hebben, zeg maar, op het moment dat je natuurlijk je make-up gaat opdoen, dat je je dan weer terug gaat brengen met blushkleuren. Nou, door de jaren heen ben ik er zeker een stuk handiger in geworden, ontdekt wat voor mij goed werkt en heb ik echt wel weer liefde gevonden in blush. En juist daarom wil ik deze video maken om mijn favorieten met jullie te delen. Dus als jij benieuwd bent wat mijn favoriete blushes zijn en als je nog wat tips en tricks nodig had, hier komen ze. Ik heb er relatief veel gepakt. Ik ben ook in die zin wat minder kritisch geweest dat ik er maar 4 of 5 of zo wilde laten zien. Omdat ze allemaal op hun eigen manier wel bijzonder zijn. En alles wat hier staat is gewoon fijn. Alleen er zijn een aantal blushes die met bepaalde combinaties gewoon beter werken als met andere. Laat ik in ieder geval beginnen met ja, toch wel nummer 1 blush. Blush die ik laatst heb opgemaakt. Je hoort het goed. Opgemaakt. Nooit verwacht. Dat is de Rare Beauty Melting Blush. Dit is echt nummer 1 meest gebruikte blush opgemaakt. Hè? Ik noem het maar even. Deze blush kan gewoon altijd. Dit is echt een blush. Maakt niet uit wat voor ooglook ik op heb. Maakt niet uit wat voor lippen ik op heb. Al heb ik een knalrode lipstick op, wat ook niet bij iedere blush mooi staat. Dit staat echt bij alles. Het is wel echt een blush die een beetje dat subtiele dewy glow ja, effect geeft met een heel klein beetje kleur. Dus als je echt houdt van poppige appelwangen met veel kleur, dat is dit niet helemaal het product. Het is echt heel ja, glowy, dewy. Maar echt, ik vind het een prachtig product. Ik ben er wel heel blij mee. Of ik nou kan zeggen dat die heel erg houdbaar is, want dat hoor je veel van dit product, dat die niet per se heel houdbaar zou zijn, vind ik meevallen. Ik heb er wel gewoon de hele dag plezier van. Ik gebruik hem wel echt met een kwast, want dat vind ik zelf gewoon het fijnst. Maar het is inderdaad wel echt een glowy product, dat als je al wel een vrij vettige huid hebt, dat je dit denk ik beter kan skippen. Maar voor degene die dus ja, meer een beetje gecombineerde tot droge huid hebben, net als ik, ja, perfect. Weet je, het is niet te dewy, het is niet te mat. Toch een beetje kleur en een heel natuurlijke finish. Nou, ik heb dus de kleur Nearly Neutral. Nearly Neutral is dus wel ja, het meest neutraal qua kleur. Ik zou zeggen een beetje pinky, brownish-achtige kleur. Volgens mij zijn er nog 4 andere kleuren. Of ja, er zijn maar 4 kleuren in totaal. Dus er is volgens mij nog Nearly Mauve, Nearly Apricot en Nearly iets donkerder. Dus ja, het is zeker leuk om eens te kijken welke kleur jou het beste matcht. Ik denk dat Nearly Neutral voor de meeste huidskleuren matcht. Maar ja, het is überhaupt, de kleur is voor mij heel belangrijk, maar het is echt wel de formule wat het voor mij onderscheidend maakt. En ja, de verpakking is ook super leuk. Dus dit is echt wel nummer 1, meest gebruikte favoriet en heel mooi. Het was niet echt de bedoeling om een ranking te maken, maar als we dan nummer 2 het meest gebruikte hebben, dan heb ik het over deze. En dit is echt in korte tijd een favoriet geworden. Het is wederom weer een product waarvan ik denk, had dit gewoon lekker in een pompje gedaan, veel makkelijker. Want, of nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is in ieder geval niet een product wat ik zo direct op de huid aanbreng en met mijn vingers. Nou, we hebben het laatst natuurlijk gezien in de full face make-up aanbrengen met vingers. Geen match. Nee, dit gebruik ik echt door gewoon het product op mijn hand aan te brengen, een fijne kwast er langs te halen en het gewoon zo aan te brengen met een kwast. Nou, ook deze is vrij dewy. Ik heb overigens kleurtje Infinity. Volgens mij zijn hier ook 4 kleuren van in totaal. En ja, weet je, als je het zo aanbrengt is het best wel een beetje een ja, soort van jelly-achtige substantie, maar wel met pigment. Als je hem dan gaat uitsmeren, dan wordt hij echt wel meer dewy. Zie je de kleur ook beter. Het lijkt trouwens best een felle kleur, maar dat is echt mooi te blenden. Maar het is wel echt een product wat gedurende de dag glowy blijft. Dus heb je echt een droge tot gecombineerde huid, vooral met dit soort winters weer de afgelopen maanden, daar best wel issues mee, dan is dit een hele lichtgewicht en zachte, neutrale blush om daar juist goed mee te combineren. En misschien lijkt het alsof hij heel erg dewy is. Hij voelt ook wel een beetje sticky, maar dat is echt minimaal. En daardoor is mijn huid toch net iets glowier, net iets frisser. En dat is wat ik vooral in een blush mooi vind. Dus ja, die Bionic Blush van Milk is ook best wel een favoriet geworden in korte tijd. Sowieso is Cream Blush wel het toverwoord geweest van de afgelopen jaren, waardoor ik mijn blush meer ben gaan waarderen. Ik heb nog 4 favoriete cream blushes, dus die ga ik ook even met je delen. Maar ik heb ook nog een aantal poederblushes op het einde. Nou ja, wat hier ook echt gewoon een toppertje van is, is ook weer een product wat ik al heel vaak heb laten zien volgens mij.
Shiseido is gewoon een heel fijn merk. Super underrated, maar ik ben heel groot fan. En deze blush is daar zeker onderdeel van. Dit is de Minimalist Whipped Powder Blush. Het is dus eigenlijk een soort van moussie-achtige blush, zo op het eerste gezicht. Dit is de kleur Setsuko. Is mijn favoriet. Ik heb ook nog Senaya. Is wat feller, wat frisser. Maar Setsuko is wel mijn favoriet. Nou, als je het zo ziet, dan oogt het heel korrelig, heel moesig. Dan denk je echt, wordt dit wat? Dan ga je het blenden. Ik probeer het even op camera te doen. Dan ga je het blenden. En dan verandert het echt in een soort van poedertextuur. Het is super zacht. Dat kan ik natuurlijk niet laten voelen, maar ik kan je vertellen, het is super zacht. Ik hoef nauwelijks druk te zetten. Er zit een hele mooie glow overheen. Deze kleur is een beetje bruin persikachtig met een soort van gouden sheen. Nou, dit zit zo mooi op de huid. Ik heb bijvoorbeeld nu, dat zie je natuurlijk niet zo goed op camera, maar ik heb best wel droge handen. Dat zie je oprecht gewoon niet. Het blijft glowy op een hele natuurlijke manier. Shiseido is natuurlijk een Japans merk, dus het heeft echt een beetje van die Korean beauty kind of vibes. En dat zie je hier ook echt in terug. Het is heel zacht, het is heel liefelijk. Het heeft kleur, maar heel subtiel. En het geeft echt weer dat hele natuurlijke cutie-achtige effect. Dus ik vind dit ook echt een blush die wat mij betreft veel meer genoemd mag worden. Want kijk even naar dit effect. Ja, ik ben er echt verliefd op. Enige nadeel is wederom de verpakking. Dus wat ik meestal doe is een wat kleinere blushkwast erin dippen en dan gewoon aanbrengen. En dan een beetje verdelen aan beide kanten. En uiteindelijk blendt het zich eigenlijk gewoon vanzelf. Bij iedere aanraking wordt het steeds zachter. En uiteindelijk heb je gewoon een super mooi effect. Dus dit is ook absoluut een grote favoriet. Ik vind wel dat Setsuko en dan de kleur Senaya wel het meest neutrale blush-achtige kleuren zijn. Er zijn ook echt een paar felle oranje, roze en volgens mij zelfs een soort van paarsige kleur. Dus als je een beetje op zoek bent naar een kleur zoals wat ik nu op heb, dan is Setsuko wel de beste match. Nou, dan heb ik ook nog een product van Danessa Myricks Beauty. En deze heb ik een keertje gekocht, omdat ik hem voorbij is gekomen. Ik weet niet meer bij welke YouTuber in een video. Maar ik zag die kleur op die wangen en toen dacht ik, oeh, nice. Weet je wel, goede kleur, mooie finish. Die ga ik proberen. Nou, dit is de Vision Flush van Danessa Myricks. En dit product komt in verschillende kleuren, ook in een highlighter versie. Dit is eigenlijk ook niet per se een blush kleur. Je kan het op de ogen doen, je kan het op de lippen doen, maar ik vind het het mooiste als blush. Het is super vloeibaar, zoals je ziet. Het is heel gepigmenteerd, dus de key met dit product is echt om niet te veel te gebruiken. Dit is ook echt een product waarbij ik uit voorzorg het eerst op mijn hand doe. Want als ik deze hoeveelheid nu op mijn wang had gedaan, dan zou het echt way too much zijn. Nou ja, en dan wederom weer blenden. Maar dit is een hele, dit gaat meer een beetje naar een soort van gel-achtig textuur. Maar ook weer een soort van into powder. Nou, deze is heel gepigmenteerd zoals je ziet. Maar ook weer heel mooi te blenden. En het blijft gewoon zacht op de huid. Ten opzichte van die van Shiseido is deze denk ik net ietsjes meer creamy. Die andere gaat meer naar een soort van poedertextuur. Beetje cream to powder. Dit wordt echt meer een soort van crème. Maar wel ook zo zacht weer op de huid. En de kleur, Bread and Butter is gewoon echt super mooi. Beetje koraal, pinky. Niet te donker, niet te fel. Love it. Ja, deze kleur gebruik ik best vaak. Steeds vaker ook eigenlijk wel. En vooral als ik iets meer kleur wil qua cream product, dan is dit wel de kleur waar ik naar grijp. Omdat van alle cream blushes die ik heb, deze absoluut het meeste pigment heeft. Dus mocht je deze willen gaan kopen of heb je hem in je stash liggen, gebruik je hem niet zo vaak. Ga hem zeker gebruiken, maar ben voorzichtig met het pigment. Want ik vind het in ieder geval snel al te veel. Nou, dan komen we nog een keer bij Milk. Want Milk heeft nou eenmaal gewoon super fijne producten. Milk heeft ook een lip and cheek stick. Dit is ook echt een product waarbij ik een beetje haat-liefdesverhouding mee had aan het begin. Omdat je op Instagram iedereen roep met die stick en roep met die stick ziet gaan. Lekker blenden, hoppakee. Dacht ik, nou, die moet ik ook hebben. Lekker makkelijk, hoppakee. Voor mij werkt dat niet. Dan zet ik er gewoon te veel druk op en dan trek ik mijn hele foundation er eigenlijk weer vanaf. Nou, dat wil je gewoon niet als je 's ochtends bezig bent. Niet handig. Nou, sowieso is het natuurlijk ideaal dat het in de stick zit, omdat je een groot oppervlak hebt. Dus wat ik eigenlijk altijd doe is, ik leg die stick op mijn hand neer, ga rondjes draaien en dan activeer ik eigenlijk al het product. Nou, je ziet het, er komt steeds meer op mijn hand, maar het wordt ook wat moesiger. Het product wordt daardoor ook warm geactiveerd en dat maakt dat het ook beter werkt naar mijn idee. Nou,
deze hoeveelheid ongeveer op mijn hand haal ik een kwast overheen en breng ik het dus aan op de wangen. Nou, dat vind ik de fijnste manier. Je kan hem ook eventueel direct op de stick doen, maar dan ja, heb je dus wel dat hij minder mooi verdeeld is. Want hier heb ik natuurlijk gewoon een mooie creamy hoeveelheid. En dit is overigens de kleur Work. Work en je hebt Perk. Perk is volgens mij wat meer peach en Work is echt ja, een beetje oud-roze-achtig. Dit is ook echt een heel mooi product. En wat hier zo tof aan is, dit is een product van 28 gram. Dat lijkt niet veel, dat is het wel. Hier doe je echt forever mee. Dus al zou je deze kopen als enige blushproduct, weet ik zeker dat je hier het hele jaar mee doet, al zou je hem iedere dag gebruiken. De kleur, de finish is gewoon echt heel mooi. En misschien lijkt het nu een beetje fel. Ook deze kan je echt weer gewoon mooi vervagen. En ten opzichte van die Bionic Blush is deze wat gepigmenteerder, zou ik zeggen. En iets dikker van textuur. Dus het is ook creamy, dat zie je ook wel. Maar hij blijft net even ietsjes meer aanwezig. Dus ook weer heel erg, ja, wat vind je mooi, wat vind je fijn. Dat gebruik je. Ik vind allebei af en toe leuk. Nou, en dan hadden we natuurlijk net ook een product van Rare Beauty. Daar heb ik er nog eentje van. En deze heb ik laatst echt een beetje herontdekt. Dit was een product van Rare Beauty wat ik destijds kocht omdat het super gehyped was. Volgens mij is deze ook echt best wel viral gegaan. Dit is de Liquid Blush van Rare Beauty in de kleur Bliss. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook echt vooral de kleur die het hem deed in het begin. Maar ik kon hier gewoon niet mee overweg. Wat was hiermee dat ik er niet mee kon werken? Nou, sowieso, dit product is echt, ook al is het zo'n klein tubetje, ook al is het een klein applicator, dit is ziek gepigmenteerd. Dus mijn eerste fout was gelijk om het roep zo op het gezicht aan te brengen. Way too much. Geen handig idee. En dit is een matte finish. Belangrijk dus om te weten als je een wat ja, gecombineerdere, drogere huid hebt. Vooral mijn wangen zijn over het algemeen niet het meest glowy op mijn gezicht. Is dat dus wel een dingetje om even rekening mee te houden. Nou, de foundation die ik bijvoorbeeld op dit moment draag van Shiseido, mijn favoriet, is niet heel dewy. Is gewoon best wel prima. En dan poeder ik hem ook nog af. Daar vind ik deze blush gewoon iets te mat. Is niet helemaal naar mijn wens. Maar bij een glowy foundation, zoals deze van Charlotte Tilbury, de Beautiful Skin Foundation, dat is echt een match made in heaven. Heb ik ook echt vooral in combinatie met elkaar gebruikt. Omdat deze relatief dewy is, vind ik hem op de wangen op een gegeven moment best wel heel erg te glowy. En dan deze blush eroverheen trekt het helemaal mooi samen. Dan heb je een mooie blos die niet te dewy is. En toch mooi combineert met die foundation. Nou ja, nogmaals, de kleur is echt super mooi. Het is echt een beetje peachy, licht peachy-achtig. Niet te oranje, niet te roze. Echt perfect gewoon. Maar wel echt gewoon een hele, matte finish. En dat maakt het wel een beetje met een gebruiksaanwijzing. Althans voor de droge huid. Ik zou zeggen, als je wat meer een oily skin hebt en niet een te donkere huid voordat die daar iets te flats wordt, is dit ook echt een topper. Dus heb je juist meer last van vette huid, dan moet je deze echt een keer proberen. Maar ook voor de drooghuidjes met de juiste basis is dit echt een hele mooie blush. Dus ja, het is voor mij vooral echt een favoriete matte cream blush. Omdat ik dat verder ook niet in mijn collectie heb. Nou, dan heb ik ook nog een blush die weer te dewy kan zijn. Dus echt op de dagen dat ik een extreem droge huid heb, waarbij eigenlijk geen één blush mooi staat, gebruik ik deze. Dat is de Sai Dew Blush in de kleur Rosy. Sai is een merk wat ook bij Cult Beauty wordt verkocht. Zo ken ik het merk ook eigenlijk. Ik weet eerlijk gezegd ook even niet waar het vandaan komt. Durf ik even niet te zeggen. Ook weer via op YouTube voorbij zien komen. Vooral Ellie Kleins vindt het een hele fijne blush. En het is ook een hele mooie blush. Alleen, ik vind hem relatief vettig. Ook als je het zo uit de verpakking haalt, dan zie je het al een beetje. Het is een hele dikke textuur. Echt absoluut dewy. Ik snap de naam Dew Blush is echt perfect gekozen. Persoonlijk vind ik het meer een peach kleur dan dat ik het echt rosy vind. Dus de naam, die snap ik niet helemaal. Maar het is wel echt een mooi product. Ook als je kijkt hoe het blendt. Nou ja, dat zie je dus eigenlijk al gewoon gebeuren. Super mooi. Maar zoals je ziet, en dat voel je ook, blijft het wel heel ja, vettig op de huid. Als ik dus best wel last heb van een vette huid, dan vind ik dit dus spannend. Want dan kan ik juist weer sneller last krijgen van onzuiverheden, verstopte poriën, omdat het te vettig is. Op de dagen dat ik juist, hè, zoals in de winter, best wel droge huid heb, is dit perfect. Want zoals je ziet, hij blijft super mooi glowy, maar hij is niet oily. Maar hij doet net even ietsjes meer qua glowiness op de huid dan bijvoorbeeld die van Danessa Myricks. Dus iedereen die zit te kijken, die relatief droge huid heeft en niet echt lekker kan slagen voor goede cream blush, omdat ze toch allemaal iets te mat zijn, dan moet je echt deze proberen. Want voor mij, ik met mijn ja, redelijk droge huid,
is hij soms zelfs iets te dewy, maar hij is wel echt super mooi. Nou ja, zoals je ziet op het gebied van creamproducten kan het tegenwoordig eigenlijk alle kanten op gaan. Mat, dewy, sheer of juist wel wat gepigmenteerder. En eigenlijk heb ik voor iedere smaak wel een product daarvoor gevonden. Poederblush daarentegen is natuurlijk relatief makkelijk en kan eigenlijk altijd wel. Alleen heb ik het wat meer losgelaten door die creamproducten. Er zijn nog maar een aantal poederblushes, vooral verschillende merken, die mij aanspreken. Waarvan dit absoluut een nummer 1 is daarin. Bare Minerals Bronzer in de kleur Kiss of Pink. Dit is echt zo'n onwijs mooie smooth blush. De kleur is mooi fris. Hij heeft een beetje een shimmertje erin. Hele zachte poeder. Ja, dit is echt een hele, hele mooie poederblush. Dus als ik iets van poederblush op heb en ik wil echt een beetje een fris kleurtje, ja, dan neig ik wel heel erg snel naar deze. Ik zou zeggen dat dit een beetje de poederversie is van die blush van Rare Beauty. Dus soms combineer ik ze ook wel eens. Dat ik eerst de liquid blush opdoe en daarna deze eroverheen om hem net even ietsjes glowier en iets gepigmenteerder te maken. Maar dit is echt, ja, dit is echt een super mooi blush. Dus deze ben ik heel erg blij mee en is absoluut favoriet. De Divine Blushes van Pat McGrath, die ben ik ook heel erg fan van. En dit is de kleur Nymphette. Dit is de limited edition kleur die verkrijgbaar is op de website van Pat McGrath. Toen de Divine Blush collectie uitkwam, heb ik deze dus online besteld. En ja, zoals je ziet aan de print, deze is echt al best wel veel gebruikt. Ik vind dit gewoon echt een hele mooie, ja, zachte blush. Hij is best wel roze. Ik heb hem trouwens nu ook op, mocht je benieuwd zijn hoe het de huid uitziet. Maar op de een of andere manier wordt hij wat glowier op de huid. Ja, ik vind het echt een hele mooie kleur. Naast die van Bare Minerals zou ik zeggen dat deze wat meer naar het rosy, ja, met een soort van golden sparkle gaat. Die andere is wat meer peach. Ja, dit is wel echt ook een heel mooi product. En op de dagen zoals eigenlijk nu dat ik iets meer op mijn ogen doe, iets neutraler op mijn wangen wil hebben, maar wel iets meer kleur, dan draag ik eigenlijk heel vaak deze. Dit is echt oprecht een hele mooie blush. En ik neig er zelfs naar om nog eentje te kopen. Ik ben heel even kwijt aan mijn hoofd welke kleur dat ook alweer is, hoe die heet. Maar dat is eigenlijk de meest lichte, neutrale kleur uit die collectie, want daar zie ik ook steeds zoveel goede dingen over. En het laatste merk, wat ik toch wel heel fijn vind voor poederblush, dat is Charlotte Tilbury. Ja, ik heb hier maar liefst 3 blushkleuren in mijn handen. Ik was verbaasd, maar ik ben echt serieus fan van het merk qua blushes. Dit zijn de Cheek to Cheek blushes. Nou, ik heb stiekem wel een favoriet. En dat is de allereerste kleur die ik kocht. Dat is de kleur Ecstasy. Ja, super mooi, fris, roze, peachy-achtig. Dit is gewoon eigenlijk altijd goed. En op de een of andere manier frist dit ook echt heel erg de huid op. Als je hem dan even swatcht naast die andere kleuren, dan is hij op de een of andere manier nog iets peachier, ondanks de roze stip in het midden. Maar ja, zoals je ziet op de huid ook, het is toch best wel glowy of zo. En vergeleken met de andere kleuren van Charlotte vind ik deze echt gewoon mooi fris, lieflijk en ja, eigenlijk gewoon echt een blushed kind of look geven. Dus je ziet het denk ik ook wel aan de pen. Deze is echt wel met veel liefde gebruikt. Dus ik zou zeggen dat de Bare Minerals, de Pat en dan Ecstasy van Charlotte Tilbury, dat zijn wel mijn top 3 favoriete poederblushes. Dan hebben we ook nog First Love van Charlotte Tilbury. Dit is eigenlijk de meest neutrale, lichte kleur. Zoals je ziet, echt wel licht. Maar juist wel weer mooie bepaalde, vrij nude-achtige looks. Zowel ogen als lippen. Of juist bij een knalrode lipstick vind ik dit een hele mooie blush. Ja, ik weet niet. De kleur spreekt me wel gewoon aan op de een of andere manier. Dus First Love is ook zeker favoriet. En dan heb ik hier nog eentje in een mooie Pillow Talk doosje. Want ja, heel verrassend. Dit is de Pillow Talk blush. Ik zou zeggen dat dit mijn meest gepigmenteerde slash donkere blush is. Dus dit is echt zo'n blush dat, ja, op de dagen dat ik weinig aan mijn ooglook doe, komt niet vaak voor, dan gebruik ik deze. Maar het is wel goed om zo'n kleur in je collectie te hebben. Nou ja, zoals je ziet, best gepigmenteerd, maar toch wel een mooie, ja, Pillow Talk oud roze kleur. En ook wel mooi op te bouwen. Dus ja, dit zijn eigenlijk een beetje mijn favoriete blushkleuren. Ik denk dat je ook wel ziet wat voor tinten ik vooral mooi vind. Ja, ik vind eigenlijk allemaal hebben ze wel een soort van glowy-achtige sheen eroverheen. Ik zou zeggen dat die van Pat McGrath het meest een soort van metallic glow geeft. Maar doordat die van Bare Minerals bijvoorbeeld een hele zachte poeder is, is die ook heel glowy. Dus
ja, op de een of andere manier hebben ze allemaal weer op hun eigen manier iets moois wat mij aanspreekt en waardoor deze blushes veel gebruikt worden hier thuis. En dat waren dan al mijn favoriete blushes van dit moment. Nou, zoals je ziet, het was best wel een lijstje, maar het zijn gewoon echt zulke mooie producten. Ja, weet je, je hebt denk ik wel gezien welke ik toch wel het meest gebruik, zeker op everyday basis. Maar ze hebben allemaal wel echt gewoon, ja, iets moois. De kleur, de finish. Ik vind het echt leuk om te zien dat, ja, de beauty-industrie weer natuurlijk heel erg gekanteld is. Zeker op het gebied van blush. Creamproducten zijn echt gewoon de nieuwe poeders. Toch heb ik nog wel echt mooie poeders in mijn collectie. Maar ook ik ben toch nog meer fan van die cream blushes. En ja, weet je, het is ook mooi te combineren. Dus ja, ik hoop dat ik in ieder geval weer wat tips en tricks heb kunnen geven. En wat vragen heb beantwoord van de blushes die ik de laatste tijd draag. Laat me ook zeker weten beneden in de reacties jouw favoriete blushes op dit moment. En of dat er nog een merk / formule is die ik echt nog een keer moet proberen. Vond je dit nou ook een leuke video? En ben je ook dol op blush? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het super leuk vinden als je zou willen abonneren. Door op de rode abonneerknop te rammen onder deze video. En ook lid te worden van de Sharkademy familie. Wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En zie ik jullie graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag. Doeg!